aan mijn honden. Geen enkele hond van mij denkt dat ik ze aan het bedreigen ben. Terwijl ontbloten van tanden is in hondentaal dreiggedrag. Ja. Nou, je kent het verhaal vast wel van die aap Bokito. Die vrouw die daar iedere dag voor die ramen ging zitten lachen naar die gorilla. Gorilla. En op het moment dat de beest los was, dacht hij zo, nou ben je de mijne. Ja, dus ik was ook daar voor laten lachen. Ja, dus dat was wel een toppunt van miscommunicatie tussen dieren natuurlijk. Net zo goed dat je vogel ook moet leren hoe jullie communiceren, zeg maar. Nou, zo'n vogel natuurlijk heel makkelijk een dier wat imiteert. Dus dan moet je ook altijd de rekening houden van, is het imiteren? Is het gewoon imiteren? Ik had ooit een keer van Peter verhaal dat er hier iemand was gekomen en die zei, mijn vogel hoest. Mijn vogel is verkouden. Hij hoest. Nou, een vogel kan hem niet hoesten. Maar die hoest het kusje van die baas deed hij na. Weet je wel, dus soms kan een vogel je ook het verkeerde pad brengen. Socialiseren is dus fysiek contact maken. Dus of dat nou jullie hond is, jullie kinderen, jezelf bent, op bezoek. Fysiek contact. Maar wat we onder socialiseren eigenlijk in de volksmond bedoelen is dat we laten de vogel alles wennen. Nou, dan zit achter je boek, op de laatste pagina, zit helemaal een socialisatielijstje. Dat is gewoon gejat. Het gaat beter goed, ik heb van slecht gezonnen. Dus het is gewoon, het komt gewoon uit de hondenwereld, dit lijstje. En dat geeft even aan van hoe ziet dat er nou uit? En waar doe je dat nogal op? Nou, als je daar naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat die vogel...